Mentale gezondheid is een universeel mensenrecht. Dit is het thema van de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid die vandaag wordt herdacht. First Lady van Suriname, Melissa Santokki-Sinashiri, zegt dat op deze dag het koesteren van ons welzijn en het bevorderen van de mentale gezondheid centraal staan. Liefde en acceptatie kunnen helpen om emotionele wonden te helen en innerlijke kracht te omarmen. Net zoals een kleurrijk palet van culturen en achtergronden die ons omringen, hebben we allemaal ons eigen verhaal. Onze eigen pijn en onze eigen onzekerheden. Maar toch delen we één gemeenschappelijke reis. Een reis die ons samenvoegt. Niet als afzonderlijke groepen, maar als één geheel. Jonge generatie, in jullie handen ligt het heden en de toekomst. Samen kunnen jullie een nieuwe horizon schilderen, gebaseerd op positief denken, moed en vastberadenheid. Geloof in jezelf en weet dat er altijd ruimte is om te groeien. Door liefde en acceptatie te omarmen, creëren jullie een atmosfeer waarin groei en verandering mogelijk worden. De First Lady roept de gemeenschap, maar vooral jongeren op om liefde en acceptatie op te bouwen. Niet alleen voor anderen, maar ook voor zichzelf. Dit zal erin resulteren dat er een wereld ontstaat waarin iedereen kan bloeien, meent Santokki-Sinashiri. Neem op deze bijzondere dag even de tijd om te reflecteren op deze twee aspecten, zodat we gezamenlijk kunnen zorgen voor een gezonde en veerkrachtige natie. Samen zullen we deze Internationale Dag van de Mentale Gezondheid vieren als herinnering dat mentale gezondheid een universeel recht is waar we allemaal van zouden moeten genieten. Laten we elkaar blijven steunen met liefde en acceptatie en vooral samenwerken om een wereld te creëren waarin iedereen ruimte heeft om te groeien en bloeien. De First Lady benadrukt dat het haar wens is dat iedereen blijft streven naar een gezonde en veerkrachtige samenleving voor een ieder.